Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video wil ik het weer eens gaan hebben over autisme. Ik zag dat er op mijn kanaal, op mijn andere video's over autisme, dat er veel op gereageerd wordt, positief, negatief. En ik dacht, ja, laat ik er toch maar weer eens een videootje aan besteden. Ik had het plan altijd al hoor, om er meerdere video's aan te besteden. Aan het autisme, bijvoorbeeld over mijn schoolperiode, over mijn opgroeien en over wat al mijn ervaringen. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. En ik zal nu even uitleggen waarom ik dat niet doe. Het is namelijk zo dat autisme is zo divers en ieders leven is zo anders. Ik kan wel met jou gaan delen. Dat ik gepest ben op de middelbare school en alle therapieën die ik heb gehad en zo, dat kan dan wel, dat zou wel kunnen, maar het vertelt in feite eigenlijk helemaal niks over autisme, want het is zo verschillend. Ik kreeg dan bijvoorbeeld PDD-NOS, werd het bij mij genoemd, en ik heb er ook nog ADHD bij. Dat is alweer heel anders dan iemand die PDD-NOS heeft en bijvoorbeeld ja, gewoon weer iets anders erbij. Heel verschillend is dat. Ik kan wel, wat ik wel ga doen in deze video, is mijn mening geven over het hele autisme gebeuren en de hype die er een beetje om ontstaat. Ik heb ook ADHD. Dus daar had ik ook veel van gevolgd. En een aantal jaar geleden was het ineens overal in de media. ADHD dit, ADHD zus, ADHD zo. Weet je wel, het wordt een hype of zo. En nu merk ik hetzelfde met autisme. Je ziet ze overal verschijnen. Zeg maar ik ga nu dan even benoemen wat ik denk dat voor mij autisme is. Dat ieders beeld is anders, maar ik noem het gewoon een ontwikkelingsachterstand die in moet halen. Dus je hebt een ontwikkelingsachterstand en daar op de rest mensen die op andere mensen. Je komt wel op een bepaald punt of op hetzelfde punt als andere mensen, maar gewoon je bent er wat later en het gaat wat trager. Verder vind ik eigenlijk autisme, en als je kijkt naar de kenmerken ervan, die je bijvoorbeeld je niet kunnen inleven, dat soort dingen, dat staat dan op internet of iemand heeft. Duidelijk, ja, ik heb nu even de kenmerken niet bij de hand, maar het zijn voor mij meer gewoon een verzameling van karaktertrekken of karakteristieken, zoals je dat ook om die erop staan, die elk mens wel een beetje heeft. Dus en zo is het ook in feite. Alleen wat maakt dat je autistisch bent, is zeg maar dat je al die dingen tegelijk hebt. Wil niet zeggen dat je niet kan leren omgaan met die dingen. Bijvoorbeeld het inleven in mensen. Kijk, toen ik, laten we zeggen, ik denk dat toen ik een jaar of 12 was, kon ik me een stuk slechter inleven in andere mensen dan toen ik een jaar of 18 was. Omdat mijn vader het gewoon op een gegeven moment heeft uitgelegd van joh. Als je wil inleven in mensen, dan moet je gewoon hun situatie proberen te benaderen vanuit hun. Van hoe het is voor hun. Dus dan ga je bedenken van, goh, hoe zou het zijn als ik een klap krijg van iemand, bijvoorbeeld. Nou, het kan pijn doen. En hoe heet het? Daar heb ik dan weer een paar dagen last van. En ga zo maar door, weet je wel. Die dingen kun je dan bedenken. En dat kan iedereen leren. Er zijn zelfs mensen, naarmate je ouder wordt, ga je dat doorkrijgen, die gewoon ook totaal geen zelfinzicht hebben. Zelfinzicht, dat is ook iets wat je niet vanaf je geboorte gewoon bij je hebt, zeg maar. Dat moeten ook mensen leren. En er zijn ook een hoop mensen die geen autisme hebben en die toch ook geen zelfinzicht hebben en toch anders zijn dan anderen.
zeg maar. Maar we noemen ze niet autistisch. Want ze voldoen niet volgens deze regeltjes, zeg maar. Dus wil niet zeggen dat het niet vervelend is, hoor, voor sommige mensen om die dingen te hebben. En ik ben bijvoorbeeld hartstikke blij met de situatie hoe die nu is voor mij geregeld. Alle dingen waar ik recht op heb, zoals mijn WAJON-uitkering. En zeg maar, mijn leven is gewoon gelopen zoals die is gelopen. Maar dat wil niet zeggen dat jouw leven hetzelfde loopt als die van mij. Stel, jij bent nu 12 jaar en jij kijkt deze video. Ik wil niet zeggen dat mijn leven iets te maken heeft met jouw leven. Als je me nog kan volgen. Goed. Dit wilde ik er eigenlijk heel even over kwijt. Dat is een beetje mijn mening. Ik neem het allemaal niet zo serieus eigenlijk. Laat ik het daarop houden. Wat kan ik dan nog meer zeggen? Ja, dus dat wilde ik er vooral over uit. Over kwijt dat ik het allemaal niet zo. Ik tilde niet zo zwaar aan. Ik leg mensen ook niet uit wat er. Ik vind ook niet dat dat moet. Je moet mensen niet per se uitleggen wat er met jou aan de hand is en zo. Want vanaf dat moment gaan ze denken van, oh, daar heb je Patrick de autist of zo. En wat ik ook steeds meer zie is jonge mensen die, en in de media hoor ik dat ook, radio DJ's, weet je wel, die dan autisme als scheldwoord gaan gebruiken. Ik bedoel, prima, weet je wel, maar het helpt niet echt, dat soort dingen. En van, hij is een beetje autistisch. Ja, ik bedoel, maakt mij niet uit. Maar ja, dat is toch wel even wat ik hierover kwijt ben. Als je nu nog kijkt, ben ik erg blij. Dus ja, geef jullie mening eigenlijk maar. Wat vind jij nou eigenlijk van hetgeen wat ik nu heb gezegd? En vind je dat ik gelijk heb? Ik denk wel dat als je autisme hebt, zeg maar, dat je prima kan meedraaien in de maatschappij. Alleen, we moeten ons aanpassen aan elkaar, maar iedereen moet zich aanpassen. Niet alleen omdat je geen autisme hebt of zo, hoef je je niet aan te passen. Dat is natuurlijk onzin. Ja, en daar wou ik het even bij laten. Doedeloe.